Hermanos y hermanas van Team Unico. Het is tijd voor verandering. Dingen komen en dingen gaan. Je hebt Road to Glorias en je hebt geen Road to Glorias. Je hebt Barça en je hebt Real. Je hebt Messi, je hebt Ronaldo. Waar het op neerkomt is dat we vandaag een hele belangrijke beslissing hebben gemaakt met het team. Jullie zullen het niet geloven, maar opnieuw heb ik het begin van de Weekend League totaal verprutst. Ik heb zitten denken en denken en denken. En ik ben tot de conclusie gekomen dat als we echt met de grote jongens willen concurreren op dit kanaal, dan moeten er gewoon FIFA-punten worden gekocht. En heel toevallig, kwam het net nadat het fout was gegaan in de Weekend League wel een heel interessant pakketje in de FIFA-winkel. En hermanos y hermanas van Team Yaniku, ik heb het over het seizoen 1 review-pakket, waar sowieso een zeldzame speler, een once to watch, een road to the final of een rulebreaker in zit. Ik opende hem, ik heb FIFA-punten erop gezet, de Road to Gloria is over vanaf nu. En dit is wat eruit kwam. Ik zag de Champions League vlaggen, Phil Foden. 86 snelheid, 83 schot, 92 dribbling en 65 fysiek. Dit is een speler die we heel goed kunnen gebruiken. Kan een vervanger zijn voor Danjuma, kan een super sub zijn voor Danjuma. Maar natuurlijk ook op de plek van Kevin De Bruyne. We gaan in deze video erachter komen of deze Foden daadwerkelijk beter is dus dan laatst genoemd Kevin De Bruyne. Zoals ik al zei, het eerste deel van de Weekend League is gewoon weer verperst. Ondertussen waren er ballen uitgekomen. Ik kan hem wel even... Toevallig heb ik deze hier. Heel random, maar die moesten we dus ook halen. De Weekend League is verpest, of tenminste de Weekend League is slecht begonnen. Maar ik had het idee om dus FIFA-punten erop te knallen, frallen, pallen. En op die manier een kleine financiële injectie te doen. Met dus ook Ousmane Dembele in vorm. We hebben een nieuwe bal, we hebben Phil Foden, Kevin De Bruyne op de bank. Dus het is tijd voor wat wedstrijden. En geloof me jongens, vanaf dat moment, je kent het wel in de Weekend League. Je bent een paar keer, heb je op je broek gehad en ineens werkt alles. Ik weet niet of het komt door Foden. Ik weet niet of het komt door Inform Dembele. Ik weet niet of het komt door deze Fever Nova, wat een van mijn favoriete ballen is in de WK-historie. Maar alles werkt. Ik bedoel, kijk deze goal van Kevin De Bruyne even jongens. We moesten sowieso alle potten winnen. Volgens mij had ik er nog een stuk of 6 of 7 achter elkaar. We moesten ze allemaal winnen om volgens mij uit te komen op 16 om 4. Als ik het goed zeg. We moesten alles winnen. En eigenlijk zoals je ziet gingen we dus die kant op. Hier is het Danjuma. Scoort opnieuw. Nu 54ste minuut is het Erling Haaland. Nog steeds scoor ik superveel doelpunten met dat superschot. L1, R1. Het werkt nog steeds. Je moet hem wel net even iets beter timen. Maar ze willen erin gaan. Hier Ousmane Dembele in vorm. Ook hier weer, 12e minuut. 1-0 voor, we bleven maar winnen. Alles ging erin. Hoge bal op Ousmane Dembele. Weet hem af te leggen. Supergoede speler. Wel één kleine tip. Als je hem in 4-4-2 gebruikt, ik bedoel 4-2-2-2, wat wij ook doen. Zet hem dan niet op CAM, Dembele. Maar zet hem in de spits. Daar is hij echt veel en veel gevaarlijker. Hier weer Erling Haaland. Krijgt de paas. Dit is volgens mij een heel belangrijk potje. Deze moesten we winnen. En dan zouden we dus nog 2 wedstrijden moeten spelen om oké rewards te krijgen. En dat is gewoon heel belangrijk, want we moeten constant ons team blijven upgraden. We zouden hem winnen, Team Yaniku, 2-0. En dat betekent dat we nog 2 wedstrijden hebben, 2 hele spannende wedstrijden hebben, om nog op die 60 uit te komen, zoals jullie nu kunnen zien in het beeld. Goed, hermanos, zoals jullie zien, het geluk kon eigenlijk niet op. Sinds de financiële injectie, Ousmane Dembele in vorm, Foden gepakt uit het Champions League pakket en deze Superbal hebben we eigenlijk alles gewonnen. Maar FIFA zou FIFA niet zijn als ik jullie nu niet de allerziekste tegengoals laat zien in die 2 belangrijke wedstrijden. Jongens, ik ga even die hele sfeer omslaan van die video. De bal gaat weg. Mag ik weten wat hier allemaal gebeurt, jongens. Dit is die ene laatste wedstrijd. En nou, echt met pijn in mijn hart zat ik te kijken naar onze Belgische vriend Thibaut Courtois. Echt, jongens. Hij stond stil en de bal ging langzaam. Deze was nog soort van. Maar jongens, lieve hermanos y hermanitas van Team Yaniku. Even serieus. Ik was echt ongelooflijk boos, jongens. We hermanos, hebben het niet gehaald. Hermanos y hermanas, rank 5 rewards. 3 player picks keer 5, 50k pack, ultimate pakket en dus 1 premium team of the week pakket. Een grote deceptie, een grote teleurstelling dit weekend
veel minder dan dat we kunnen. Maar goed, dat is weer extra motivatie om het volgende week wel goed te doen. Eerste player pick Tagliafico. Tweede player pick Bentancur. Wat wel een goede speler is. Niet qua waarde of zo, maar het is wel een goede speler. Zeker bruikbaar. Maar ja, Serie A is natuurlijk niet helemaal wat we hier... Wat we hier op dit kanaal doen. Goed, eerste pakket, het 50k pakket. Spaanse vlag, dan weet je het eigenlijk al. Dan is het gewoon niet zo best. Kokke, dan nog het ultimate pakket. Kijken of daar dan wat in zit. Eigenlijk het hele seizoen bij ons nog niks goeds uit de ultimate pakket. Ze hebben er echt een stuk of 8 of zo, of 10 misschien wel geopend. Dan het Team of the Week pakket, eigenlijk hetzelfde verhaal. Het hele seizoen nog niet echt een beuker. Wie weet dat het in de toekomst wel, komt. Maar dan jongens, alles veranderde. Op zondagavond, 7 uur. De geruchten hingen al een tijdje in de lucht. Ansu Fati SBC. Dit is het laatste team die ik moest inleveren. Ik heb hem volledig uit de club gedaan. Voor jullie, als je hem niet uit je club kan doen. Volgens mij 250k, 300k kost hij. En eigenlijk is het natuurlijk een no-brainer. Erling Haaland heeft het geweldig gedaan in Team Janiku. Maar jongens, Ansu Fati. Even serieus, moet ik nog uitleggen waarom. We hebben hem gedaan. Nogmaals dus, volledig uit de club. Wat super chill is. Misschien kan jij dat ook doen. Grote tip dan. 92 snelheid, 85 shooting, 87 dribbling en 63 fysiek. En eigenlijk kan ik niet wachten om te zien hoe die speelt. FUT Champions Playoffs. Ansu Fati, meteen een basisdebuut. Wat kan hij? Is hij snel? Is hij technisch? En misschien wel het allerbelangrijkste, kan hij afmaken. Na 18 minuten scoort hij zijn eerste doelpunt. Ansu Fati, ik moet hem nog wel even fixen met het nummer, zeg maar 19. Hij moet 9 of 10 krijgen, misschien 11 zou nog kunnen. Het enige waar ik me nog aan erger is dat hij nog niet zijn dynamic image heeft, maar die krijgt hij wel. Dit komt natuurlijk omdat ik hem echt, het is 7:30, die SBC is net uit. Dus waarschijnlijk als de video online is, dan is die dynamic image er al lang. Eerste wedstrijd dus van de playoffs, niet zomaar een wedstrijd dat je niet denkt van hey, we maken het makkelijk of zo. Nee hoor, FUT Champions Playoffs, 2 doelpunten Fati en direct een rage quit. En eigenlijk was mijn eerste indruk dat hij veel beter is dan verwacht. Hij is snel, hij is technisch, hij kan draaien. En jongens, check dit. Kijk dit. Papapapapap. Boom. Hij is echt, echt, echt fantastisch. Eerste indruk, ik zeg heel eerlijk, als ik dit zo zie, denk ik dat we in de komende Weekend League heel veel Ansu Fati kaarten gaan zien. Nu jongens, de goal van de video. Het is niet normaal. Elke hoek, ik begon ook gewoon zomaar te schieten. Ik begon weer trucjes te doen. Ik heb eigenlijk geen één speler in FIFA dit jaar zo gebruikt. Dus voor nu laat ik het even. We hebben genoeg gezien, Ansu Fati. Goede investering geweest. Ik hoop dat jullie me begrijpen met betrekking tot het kiezen voor een financiële injectie. Het is klaar met de Road to Gloria. We willen gewoon 18, 19, 20 winst gaan halen. Zeer binnenkort. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Dat sowieso. Het was weer een knotsgekke Weekend League. Wat ik zeg. Ongelooflijk dat we weer zo beginnen. Dan weer zoals altijd 10 wedstrijden achter elkaar winnen. Zoals altijd. Het is letterlijk elke week hetzelfde. En dan word je weer op het einde. Ballen gaan dwars door de keeper heen. Het is een beetje een soort Yu-Gi-Oh! Gemixt met Dragon Ball Z. Het staat echt helemaal nergens op. Maar goed, ik vind het tof dat jij weer hebt gekeken. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat zeker. Kom bij Team Janiku. Gooi dat duimpje omhoog. En hermanos y hermanas van Team Janiku. Hasta la próxima. Adiós.